Beste vriend, we zien hier nog een keer weer in mijn receptje. En vandaag is het eentje voor de zoete multjes. Dat is een vrij speciaalke. Dat is een Engels dessert dat noemt sticky toffee pudding. Pudding begint er inderdaad, ja, dat is in België noemen ze een pudding, de crème pâtissière. Hier een pudding en stingels voor dessert. Een dessert noemt dus dan een pudding. Dus moet die puddingjes batten in nul, moet dat te warme serveren met een karamelsaus met sesotin en met een beetje kaneel is crème. Dat is echt toch voor de vingers af te laten en dat ziet het laten en al. So let's do this. Like gewend, dan ga je het recept vinden in de beschrijvingen onder de video. Maar toch ja, eerst just hier nog een keer een beetje over een paar speciale ingrediënten. Nummer 1, we gebruiken dadels. Die kun je gemakkelijk vinden. Het ze soms met pitten en zonder pitten, dat je zonder pitten. Wat dan we ook gebruiken zijn molassen. Normaal recept vraagt achter Black Treacle. Beheerder vind je dat ook, zijn dat er in een gekende Nederlandse supermarkt beheerder. Ik ga hier ook molassen gebruiken. En als je dat niet vindt, kun je ook zelfs siroop de Liège gebruiken, een leukste siroop. Werkt perfect. Wat dan we ook gebruiken is baksoda. Bicarbonaat of soda noemen we het ook. Of soms noemen ze dat zuiveringssoda. Oké, okay, maar eerst beginnen met die dadels te snijden, maar dat is testjes niet. En moet je dat ontwee zetten in kokend water. Ik heb hier 225 gram dadels. En 175 gram of 175 milliliter water. Oké, okay, snit die dadels gewoon even in. Dat zijn er hier zonder pitten. Maar ja, soms vind je ze met de pitten en toen moet je ze eruit doen. Snit dat gewoon in kleine stukjes. Oké, okay, bij dat dus water kookt. Oké, okay, onze dadels zijn gesneden. We gaan dat hier gewoon in een pot doen. En we gaan daar 175 milliliter kokend water op gieten. Voilà, we gaan dat hier nu een over laten staan. Oké, voor onze puddingskus te bakken gebruik ik hier van die muffin tins. Of pudding tins. Je kunt natuurlijk ja, van die plateaus gebruiken. We gaan die gewoon een beetje beuteren. En toen bloemen erin doen en het klok. De old fashioned way. Hij draait natuurlijk ja, van die siliconenvorm. Dan gaat dat ook hé. Maar ik doe dat liefst nog in die dingetjes. Voilà, gewone butter erin en bloemen erin. Oké, onze oven is aan het voorverwarmen naar 180 graden. Onze vormjes zijn gebeuterd en gebloemd. En we gaan eerst die bloemen mengen met die baksoda. Dus met hier de bloemen en met hier een theelepel. Of een koffielepel baksoda in doen. En dat is wel belangrijk dat je dat goed mingelt. Wat nodig is, kun je dat zelfs een keer door een zeefdeken gieten. Maar er zitten geen brokken in. Dus zo moet het nog eens. Oké, maar nu eerst onze bruine suiker. Met de boter een beetje luchtig kloppen. Ik moet het niet rappen zetten. Voilà, en ik zie dat dan een beetje gemengeld hebben, maar een beetje rapper zijn. Oké, okay, onze butter en onze suiker hebben goed gemengeld. Dat gaat wel korrelig blijven, nee. Dat houdt dat dan niet doet, kun je dat van de suiker. En we gaan nu één voor één die eiers in doen. Eén ei. En we gaan er een andere ei bij doen. Dat is goed klopt. En voilà, de rest gaan we met de hand doen. Je gaat dat zien, dat de boter met eiers, ja, dat is plat. Maar dat is absoluut geen probleem, dat heb je een keer in beslag. Die praktisch ook zijn gesplat. Maar toch heb je dat bakt, komt dat schoon homogeen. Dus men hier nu eens boter met onze eiers en onze suiker. En we gaan een derde van de bloem in doen. Maar ongeveer een derde moet dat nu precies niet in. Voilà, en we gaan dat eronder mengelen. En van met dat een beetje ondergemengeld is, om de nelt van de melk in doen we ook. Kijk, ja, hier onze melk, nelt. Voilà. We gaan dat ook weer mengelen. Want als je het al in één keer doet, is dat niet goed. Toen weer de tweede derde van onze bloemen. Dus nog een keer een derde, de rest gaan we er van de plast in doen. Weer goed mengen. De andere nelt van onze melk.
rest van onze bloemen. Dus die laatste derde van onze bloemen mag er ook in. En mengelen. Voilà. Niet overmengelen. Ik heb dat allemaal eens kunnen gemengelden. Gerust laten. Oké, onze dadels zijn een over geweekt. En al dat we gaan doen, en zo gedeeltelijk een beetje plat met verzetten. Kijk, ik ga stoppen. Ik heb hier natuurlijk nog een beetje brokjes in zitten. Maar hier toch gewoon een klein beetje vanille in doen. En toen een lepel moet lassen. Ik zei het, black tree is het beste. Als je henne vindt, gebruik je siroop de liais of leukste siroop. Oké, we gaan ons dadels met ons vanille en ons molassen een keer goed mengelen. En we gaan dat dan onderroeren. En je gaat zien, dat komt door die bakzoda. Er zit hier vrij veel lucht in. Ziet? En we gaan dat dan niet meer uitkloppen. Dat die bakzoda dat begint te werken doordat dat hier al zeer warm is, kamertemperatuur. En we gaan gewoon die dadels daaronder roeren. Gewoon een voorzichtig een keer onderroeren, maar niet te stief roeren. En je gaat ook zien dat dat best mogelijk dat je een indruk hebt dat dat gaat splatten. Dat is inderdaad ook zo. Maar dat geeft niet. Oké, we gaan onze vormjes vullen. We gaan dat ongeveer 2 derde tot boven vullen. Ja, en dat is hier perfect voor 8 vormjes, 8 cirkels. Oké, onze vormjes zijn gevuld en we gaan dat nog opbakken voor een minuutje of 25. Op 180 graden, want dan gaan we checken toen onze goed zijn, gaan we een keer even duwen en dat dat weer een springtel geeft, met dat dat een beetje vast is, een stukje van onze tong. Oké, bij staat dus puddingsjes aan het bakken zijn, gaan we ons karamelsaus maken, of ons toffiesaus. We hebben hier een sauspannetje, we gaan daar de boter in doen en een helft van de room. Dus het volledige recept vind je in de beschrijvingen natuurlijk. En we gaan dat een beetje neppar. En van met dat de boter gesmolten is, gaan we er onze suiker in doen. Oké, onze boter gesmolten en onze room is warm. We gaan er nu de suiker in doen. We gaan een beetje roeren totdat die suiker gemengeld is. Kijk, en dat je in oogst kunnen gesmolten. En wat gaan we nu doen? We gaan dat voorzichtig laten pruttelen. En we gaan dat een minuutje of 2-3 laten pruttelen. Tot dan we zo'n echte schoenen karamel in. Oké, als een karamel is kunnen dekken, en je een vrij schoen kleur, dan gaan we het vieren doen. En de rest van de room eronder roeien. Voilà. En je ziet dat dat komt prachtig van kleur. En toch gewinnen een beetje zeezout erin. Dat is natuurlijk een beetje naar een smoky. Je doet er al zoveel in of dat je wilt. Natuurlijk moet je niet overdrukken. Maar karamel met zeezout smaakt formidabel. En dus karamelsaus, echt hè. Voilà. Oké, de 25 minuutjes zijn op. Even checken. Ja, perfect. Onze tong. Het beste van zijn drutong. Daar is dat warm. Dus komt er schoon uit. Oké, onze sticky toffee pudding zijn gebakken. We kunnen dat eventueel laten afkoelen nu, maar uit dat serveren moet je dat warme serveren. Het beste gewoon ja, een seconde of 20, 25 in de micro oven tot aan zijn low in. En tot de saus erop warmen en erover gieten. En ze kunnen overgieten met karamel. Voilà. Dan wil je nog een kanelijke niskrim erop. Voilà, en there you have it. Sticky toffee pudding. Met karamelsaus, met zeezout en kaneel en zeezout. Smakelijk!